is zondag en dat betekent dat het weer tijd is voor een gloednieuwe aflevering. En vandaag ga ik iets doen dat echt door heel erg veel van jullie is aangevraagd. Namelijk weer een nieuwe video waarin ik schuim ga breken. En ik vind het zelf echt super leuk om te doen. Dus ja, dat is natuurlijk geen straf. En het zou mega tof zijn als we met z'n allen konden proberen om deze video de 14.000 duimpjes omhoog te kunnen geven. Was dat een goede zin? Dat weet ik niet. En vergeet ook absoluut niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier krijg je namelijk een melding van elke nieuwe video op mijn kanaal. En dan hoef je er nooit meer eentje te missen. En als je dat hebt gedaan, laten we dan meteen beginnen met de video. Voor als je de vorige video nog niet hebt gezien, zal ik het eventjes heel snel uitleggen. Het is echt een super simpel concept. Je gebruikt namelijk steekschuim en dat versier je met glitters. En daarna breek je het gewoon af. En eigenlijk is dat het. Het klinkt echt heel erg raar en apart, maar het voelt zo enorm lekker om het te doen en ernaar te kijken. En daarbij is het ook super simpel om zelf te doen. Dus ik zal je eventjes laten zien wat je allemaal nodig hebt. Namelijk water, steekschuim en glitters. Echt heel erg makkelijk om allemaal te krijgen natuurlijk. En het allereerste wat we moeten doen is het snijden van de steekschuim in goede blokjes. Dit is natuurlijk wel echt heel erg extreem groot. Ik heb een aantal nieuwe ideeën om hiermee te spelen. Dus allereerst ga ik deze gewoon zo in de lengte doorsnijden. Zodat ik gewoon twee hele grote blokken heb. Er zijn trouwens twee verschillende soorten schuim. Je hebt namelijk droog en nat schuim. En je hebt de natte variant nodig. Oftewel de donkergroene. Ik heb nu ongeveer wel het midden. Dus ook niet zo heel erg als dat niet zo is. En ik ga het er doorheen halen. Voorzichtig. Oh my god, dat gepiep. Ja. Oh my goodness. Dit ziet er wel echt heel erg gaaf uit. Nou, nu heb je dus twee van deze grote blokken. Dat is hartstikke goed. En dan moet ik dit gewoon eigenlijk in tweeën snijden. En dan weer in tweeën snijden. Dus dat is heel erg simpel. Zo. En vervolgens doen we dat hier zo. Oh my god, wat heb ik gedaan? Nou ja, het is uiteindelijk wel gelukt. Maar het ging ietsje sneller dan verwacht. En dan dit blokje als allerlaatste. En dan pak ik nu dit bakje erbij en moeten we ze natuurlijk gewoon helemaal nat gaan maken. Ik bedenk me nu ineens dat deze hier niet inpassen. Nee, dat klopt. Oh my god. Oké, ik moet hier nog eventjes een klein stukje afsnijden. Gaan we... En... Yes! Nou, helemaal perfect. Oh, dat voelt zo lekker. Dan is het nu tijd om hier gewoon wat water in te stoppen. Dus daar hebben we natuurlijk deze prachtige kan met water voor. Het maakt in principe niet zo heel erg veel uit hoeveel water je erin stopt. Dus we gaan gewoon tot de helft. Oeh, ha, dat klinkt heerlijk. Laten we eerst zo'n groot blok erbij pakken. Ik stop het erin en... Yes. Oké, kijk, hier begint het al een beetje te komen om de randjes heen. Ah. Oké. Okay. Voor dit volgende grote blok heb ik nog een leuk ideetje. Ik ga dit eventjes aan de kant zetten. Zo. Ik wil hier een aantal kleine holletjes in maken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het zien, jongens. Oeh. Oh, dat klinkt echt vreselijk, maar tegelijkertijd is het ook zo fijn om te zien. Ik denk dat hij nog wel ietsje dieper kan. Yes, zo. Yes! Oh, kijk. En dan als allerlaatste gewoon nog eventjes zo'n holletje hier. Here we go. Oké, nou ik vind het helemaal prima zo. En dan kunnen we deze dus nat gaan maken. Wow, het zit zo bomvol met water. En dan gaat deze erin. En dan ga ik er gewoon wat water overheen strooien. Ik doe het eerst gewoon in die holletjes. Oh kijk, het komt er gewoon uit hier zo. Oh my god, het ziet er zo gaaf uit. Wacht, we wachten nog eventjes. Er moet wel wat water hier zo in de bodem in. Want het begint nu echt leeg te worden. Kijk, nou begint het redelijk omhoog te trekken en komt het bij de randjes. Oh, dit is zo fijn om te zien. Echt heerlijk. Wow. Het lijkt gewoon magie. En dan kan deze er weer uit. Hier ernaast. En dan ga ik deze kleine blokjes lekker volzuigen met water. Dus deze gaat erin. Zo. Ik giet het er gewoon overheen. Want het gaat zoveel sneller op deze manier. En dan is deze klaar. Oeh. Nog zo'n stukje. Deze moet ook gewoon helemaal volgezogen worden. Ik vind het zo gaaf eruit zien. Wow. Dat gaat mega, mega snel. En... Ja, nou hij is helemaal vol nu. En als allerlaatste heb ik hier nog een blokje. En het lijkt me leuk om hier een cirkel in te maken. Dus ik ga dit nog eventjes opzij zetten. En hier heb ik een vormpje voor. Ik ga hem gewoon zo erin drukken. En ik kan hem eruit halen. Yes! Dan moet ik dit er vervolgens uit gaan snijden. Oh jeetje.
Help, help. Wacht, misschien is het een stuk makkelijker als ik het gewoon hiermee doe. Heel voorzichtig binnen de lijntjes proberen. Ja. Op deze manier gaat het wel het allermakkelijkst. Er hoeft natuurlijk ook gewoon niet zo heel erg netjes hier zo onderaan. Dus maakt ook niet zo heel veel uit. En dan is het goed zo. Dan ga ik dit gewoon weer eventjes leegmaken. Zo, bovenop de vloer. Dan gaan we dit nu lekker helemaal volzuigen met water. Go. Als het goed is. Ja, ja, kijk. Nou begint hij hier zo al te komen. Daar komt het. En... we hebben hier dus echt gewoon een hele stapel met steekschuim dat helemaal nat is gemaakt. Dus dan kunnen we nu gaan beginnen aan het toevoegen van de glitters, wat echt zo ontzettend fijn is. Dus let's go. Ik ga gewoon van bovenaf beginnen. Dus allereerst heb ik hier dus het kleine blokje met het gat erin. En het lijkt me super leuk om hier een verrassingsregenboog van te maken. Ik heb hier hele mooie glittertjes in neonkleuren. Gaan we. Ik heb geen idee hoeveel ik erin moet stoppen, maar zo... oh, dat ziet er zo gaaf uit. Oké, okay, hoeveel kleuren heb ik in totaal? Oké, dat zijn er 6. Ik denk dat ik hier nog wel een laagje van kan maken. Zo, oké. Okay. Nou, dat is goed zo. En de volgende kleur wordt dat dan blauw. Hier ook eventjes een hoopje van, vooral hier zo, aan de zijkanten. Want daar zit niet zo heel erg veel in. Yes. Oké, okay, het gaat me wel lukken met de kleuren, denk ik. I think so. Go. Woe. Oh my god, dat is zo'n gave kleur. Lekker fel, neon. Dan hebben we nu geel. En kijk, het begint al best wel goed te worden qua hoeveelheid. Deze ga ik best wel hoog doen, zo. En wat ik met deze roze kleur ga doen, is niet alleen hier zo in het holletje. Ik weet niet of ik genoeg hiervan heb, maar ik wil het dus ook gewoon hier op de zijkant doen. Oh my god, oké, allereerst wil ik het wel gewoon hier invullen. Oeh, het lijkt een beetje op een zebrapatroon op deze manier. Hier zo aan de zijkanten natuurlijk. Oh my god. Dit is echt helemaal prachtig. Het lijkt dus alsof het gewoon één groot roze vlak is. Maar stiekem zit er wat anders in verstopt. Dus deze gaat nu gewoon eventjes aan de kant. En dan gaan we door naar het volgende ding. En hier heb ik een sterretje. En dit is zo gaaf. Want deze ga ik gewoon lekker hier zo opzetten. En dan ga ik die invullen met een kleurtje. En eromheen komt een ander kleurtje. Dus ik heb hier goud en paars. En het sterretje moet gewoon goud worden natuurlijk. Deze ga ik zo invullen. Oeh, oh my god. Dit zijn zulke prachtige glitters. Oh jeetje, ik ben een beetje uitgeschoten. Nou, maakt niet uit. Er gaat gewoon wat paars overheen. Oh my god! Help! Hokidoki. Nou, ik denk dat het wel oké is op deze manier. Ik hoop dat ik het goud dat hier omheen zit een beetje kan verbergen met de paarse glittertjes. Goed in het hoekje. Oh kijk, ja joh, dat lukt prima. Oh, moet ik hem niet aanraken natuurlijk. En dan deze kant. En dan als allerlaatste dit kantje hier zo. Oh my god. Oh my goodness. Ik ga dit sterretje er heel voorzichtig afhalen. En... wow! Kijk, hij is nog best wel goed gelukt. Nou, ik ben er hartstikke trots op. Heel voorzichtig aan de kant zetten, want ik wil niet dat het kapot gaat. En hier heb ik deze kleine spiegeltjes. Ik heb geen idee of het zo meteen gaat werken. Maar dan moeten we natuurlijk gewoon eventjes uittesten. Ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Wow, nee! Het valt er allemaal van af, jongens. Oké, zo. Woe! Ik doe het gewoon in een hoopje. En dan verspreid ik het hier overheen. Nou, omdat ik hier toch best wel veel van heb, ga ik gewoon ietsje meer erop zetten. Zo. Ik denk dat het wel goed is zo. Het ziet er niet het allerbeste uit, maar op zich wel gaaf en een beetje bling-bling-achtig. En dan gaan we die opzij zetten. Gaan we het zo meteen uitproberen. Ik ga nu gewoon eventjes door met dit hele grote blok. En het lijkt me heel erg leuk om er gewoon deze twee prachtige glitterkleurtjes op te doen. Met daartussenin een gele. We gaan er gewoon voor als allereerste. Oh, roze glitter. Nou, dat schoot er al uit. Maar here we go. Oh my god, dit is zo prachtig. Het gaat gewoon lekker snel. Vervolgens hebben we dan blauw. Wow, dit is zo'n ontzettend mooie kleur. Even helemaal opvullen. Nou, het lijkt eigenlijk gewoon een beetje op een taart. Zo van, wordt het een jongen of wordt het een meisje? Maar dat gaan we lekker verpesten door de gele streep in het midden. Dus here we go. Zo. Wow. Het is wel leuk, want het is een ander soort glitter. Ta-ta-ta-ta. Nou, het is vrij minimalistisch en ik vind het eigenlijk wel leuk zo op deze manier. Dus ik ga het gewoon zo houden voordat ik het echt helemaal ga verpesten. En als allerlaatste hebben we hier deze met de bolletjes erin. Ik ga gewoon een aantal kleuren per bolletje erin stoppen. Deze paars is zo prachtig, dus die ga ik als eerste hier zo in doen. Oh, oké. Okay. Dan pakken we blauw en dat komt dan hierin. Zo. En ik doe er net zoveel in als in de paars. Ta-ta-ta-ta. Dan ga ik een groen over de rood doen. Zo.
En het moet helemaal opgevuld worden nu. Hey, lijkt een beetje op een stoplicht. Woehoe! In het midden komt dan zilver. Oh, dat geeft zo'n goed gevoel. En als allerlaatste hebben we nog een gouden kleur over. En dat ga ik dan hierin stoppen. Ik weet niet zo heel erg goed wat ik dan op de zijkant moet doen. Oké, het lijkt me wel leuk om gewoon een paarse hier aan de zijkant te doen. Ik weet niet of het me gaat lukken zonder het al te veel in de bolletjes te krijgen. Ertussenin. Oeps. Oh. Gaat meer om het idee dat je wel kan zien dat er dus nog wel een kleurtje is. Oh my god, jongens. Ik ben hier helemaal niet goed in. Ah. Zo. En yes. En nou, de 3 paaseieren zitten erin. Dan is het nu tijd om het allemaal te gaan breken en het prachtige effect hiervan te zien. Ik kan niet wachten. Oh, het is zo ontzettend lastig om te kiezen waar ik mee ga beginnen. Maar laten we gewoon het sterretje kiezen. Deze is zo ontzettend gaaf. Oh ja, en trouwens, de microfoon staat waarschijnlijk in beeld. Maar dat komt omdat ik het geluid hiervan wil oppakken. Dus ik ga zo stil mogelijk proberen te zijn. En dan kunnen we hier gewoon lekker van gaan genieten. 3, 2, 1... Go. Oh, oh my god. Oh, het voelt zo heerlijk. Oh, daar gaat het sterretje. Gaan we de zijkant doen. En dan hier het allerlaatste stukje en... Oh my god. Oké, nou dit was dus de allereerste blok. En dan hebben we er nog 4. Laten we nu gewoon voor de eierhouder gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat verrassingsaspect zal werken. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dat gaan we natuurlijk zien. Daar gaan we dan. En go. Oh my god. Oepsie. Dat was best wel lastig. Zo. Het is wel gaaf, want de kleuren beginnen nu dus gewoon met elkaar te mengen. Alleen je ziet de onderste... Oh ja, daar is de blauw. Cool. Oké, laat ik dit laatste stukje gewoon in één keer doen. Dus ik weet niet of het gaat lukken, maar daar gaan we dan. En... Wow! Dat zag er zo gaaf uit. De glitters werden er gewoon zo als een fontein uitgeduwd. Dus dat was echt heel erg prachtig. Dan ga ik nu door naar de spiegeltjes. Oh, deze zijn zo gaaf. Maar ik weet niet of het te veel gaat worden. Dat gaan we gewoon proberen. Oeh. Wow, jongens. Ik vond het eigenlijk best wel indrukwekkend. Dat geluid was gewoon zo lekker knapperig. En daarbij zag het er echt heel erg gaaf en sparkly shiny uit. Dan gaan we nu door naar dit jongens en meisjes blok. Dus, here we go. Deze is zo ontzettend groot. Best wel lastig, maar hij is wel echt heel erg prachtig. En daar gaan we. En als allerlaatste. Oh my god, deze glitterbak ziet er zo gaaf uit. Wow. Als allerlaatste heb ik deze regenboog bewaard, jongens. Maar de manier waarop ik dit ga knijpen is ietsje anders. Ik ga het namelijk in één keer zo helemaal kapot maken. En ik hoop dan echt oprecht dat de regenboog er gewoon helemaal uit komt te spuiten. Dat gaan we natuurlijk zien, maar fingers crossed. 3, 2, 1, go. Oh my god. Kom op. En... Wow! Kijk dan, jongens. Oh,
my god. Ik vind het echt super prachtig. Alleen het glitter is gewoon echt helemaal over dat ding heen gegaan. Volgens mij is die ondertussen een beetje uitgedroogd. Maar kijk hoe ontzettend mooi deze kleuren zijn. Wauw, wat een gaaf patroon. I love it. Als je dit ziet, hoor je bij de geheime outro club. Dus bewijs dat eventjes door deze video een duimpje omhoog te geven. En de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, welke van deze schuimvlokken was jouw favoriet? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doeg!